Het B1 voetbalteam van Juventa uit Wierden kan al 2 weken geen wedstrijd spelen vanwege het slechte weer. Maar er is een oplossing voor gevonden. Vanmiddag werd er een oefenwedstrijd gespeeld tegen ON op het kunstgras van het Almeloze Polmanstadion. Kom op, Juventa! Kom op, boys! Ben op de binnenkant! De trainer van Juventa is geen onbekende in het stadion. Want naast trainer is Thomas Bruns ook speler van het eerste elftal van Heracles. Het idee om in het stadion te spelen was dan ook snel geboren. De jongens hebben natuurlijk minuten nodig om straks in de competitie weer fit te verschijnen. Dus dat is extra mooi dat het hier kan en een mooie omgeving erbij. Dus dat is super. Hoe gaat het in de competitie met de jongens? We staan 1 punt boven de degradatiestreep, dus er moeten wel wat potjes gewonnen worden. Maar ik heb er vertrouwen in. We hebben een goed team en daar moet het tweede seizoen zelf eruit komen. Onder de spelers een aantal fanatieke Heracles supporters. Hoe gaaf is het dan om in het stadion van je favoriete club te spelen? Ja, zeker mooi als je in het stadion van je club echte clubliefde mag voetballen. Dus ik vind het zeker mooi. Ik denk dat de jongens ook mooi vinden. Ja, want waar zit jij normaal gesproken bij de wedstrijden? Vak U, daar waar je kunt staan in Harken. En doet dat nog wat met je als je hier staat te voetballen? Ja, het is gewoon mooi. Als je voetbalsterren hier ook voetballen en dat je zoveel kunt voetballen. Ja, hoe gaat de wedstrijd eigenlijk? Ik vind dat het niet goed gaat. Veel te slap. Met tweede stuk van de eerste helft vond ik wel goed gaan, maar later weer. Zijn toch geen zenuwen omdat je hier in het stadion aan het voetballen bent, toch? Nee, dat denk ik niet. Is het eigenlijk ook niet stiekem een droom van Thomas Bruns om het eerste elftal van Heracles te leiden? Ja, het is wel iets nieuws voor mij hier in het stadion. Ik ben bezig met mijn trainerscursus, TC3. Ik vind het wel leuk om te doen. En ik probeer de jongens wat bij te leren en ik kan ook van hun leren, dus dat is extra leuk. En vandaag in het stadion een keer coachen, dus dat is wel leuk.